VPRO presenteert. Toen was geluk heel gewoon. Met Gerard Cox. Jokke Bruis. Sjoerd Plezier. En Mona Goeman-Borgesius. Zij nemen u mee terug in de tijd, toen geluk heel gewoon was. Laatste neem ik los. Niks geraakt, Jaap. Goeie chauffeur. Oké. Henkie, schiet je. Ja, die maakt Jules de Kortelom met zijn ogen dicht. Ja. Dat zeggen jullie nog wel, maar... Oh. Hoe kun je die nou missen? Ik ben een beetje nerveus. Het gaat maar om een biertje, hoor. Dat is het niet. Wat dan wel? Die meiden. Wat is er mee dan? Zit er steeds te kijken. Nou, hè? Daar word ik zenuwachtig van. Zenuwachtig van een paar meiden? Zo ben ik nou eenmaal. Ah, daarom ben jij natuurlijk nog steeds vrijgezel. Geluksvogel. Het is toch niet te geloven, Henkie, dat een knappe gozer zoals jij nooit is getrouwd. Geloof mij dan maar, het huwelijk is het mooiste wat er is als je de juiste vrouw maar tegenkomt. Ja, maar dat is het dan nou net. Ik kom er nooit een tegen. Ah, zo. Simon! Henkie. Jij hebt toch geen stront in je ogen? Dat zijn toch twee leuke meiden? Daar kun je toch zo kennis mee maken? Durf ik niet. Dat durf ik niet. Henkie, daar is toch niks aan, man? Je gaat gewoon naar ze toe en je maakt een praatje. Waarover? Over waar ze in geïnteresseerd zijn. Bijvoorbeeld, je zegt tegen haar, wat doe jij van je vak? Zij zegt verpleegster, begin jij over je eczeem. Ik heb geen eczeem. Dat zei toch niet, Henkie, als je maar een onderwerp van gesprek hebt. Let op, doe het even voor, ja? Ho, 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 ho. Laat dat nou maar in mijn over, hè? Er komt wel iets meer bij kijken, hè? Charme, intelligentie, grapje kunnen vertellen, ja? Henk, let even op. Goedenavond, dames. Waar gaan die mooie benen vanavond naartoe? Nou, het is jullie geluksavond, hoor. Mogen wij de dames uitnodigen voor een aperitief? Misschien in een ander, iets wat chique etablissement. Kun je rekenen? Jazeker. Reken hem dan maar niet op. Nel hebt hij in de kerk leren kennen. Beetje pech. Meisjes moesten morgen weer vroeg op. Tuurlijk, die zitten in de continu, dat kun je zo zien. Jongens, het is heel erg goed bedoeld van jullie, maar ik hoef echt niet zo nodig. Jawel, ja, 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 ja. Wij helpen jou aan de vrouw en dat kan helemaal niet moeilijk zijn. Want wat voor een type ben jij? Jij bent rustig, jij bent hartelijk. Jij zou het waarderen wat een vrouw voor je deed. Simon, wij kennen toch wel een meid die zo'n man wil hebben, hè? Tuurlijk, Nel. Simon! Henk moet aan de vrouw. Zou je even serieus willen blijven en meedenken? Ja, rustig maar, Jaap. Ik ben bezig te raderen. Ja, heb eens. Kennissie van zus, die kapster, kom, hoe heet ze? Leni Duschoten. Ja, die woont nog bij de moeder. Die gaan wij meteen eens even bellen. Rooie Leni, die kapster. Ja, natuurlijk. Dat is precies wat ik bedoel. Leuk smoeltje, alles erop en eraan. Wat is de telefoonnummer? 77392. Laat mij dat varkentje maar eens even wachten. Zo, Henkie. Nou, Leni Duschoten. Ja, dat is een lotje uit de loterij, hoor. Hey. Oh, ze hebben een bos rode krullen, daar krijg een paard een hik van. Leni! Hallo Leni, met Jaap Kooijman. Jaap Kooijman? Die buschauffeur? Uit de Oranjeboomstraat? Jaap Kooijman, juist. Ik? Nou, nee, een beetje mollig misschien. Leni, wat doe jij morgenavond? Hallo? Hallo? Leni?
opgaan. Dat was Rooie Leni. Wacht eens even. Ik heb een veel beter idee. Pleunie Overweel. Pleunie Overweel? Die is toch verloofd met die collega van jou, die Remco Romein? Nee, nee, niet meer. Ze zijn aan elkaar. Ik heb het ook nooit begrepen. Hè. Zij werkt in de parfumerie, hij in de riool. Zij werd natuurlijk gek van de stank. Nee, nee, nee. Hij heeft het uitgemaakt. Hij werd gek van de stank. 7-7-4-1-1. Zo, nou, plan die overbeeld, dat is streetje hoor, hé Henkie. Ho, 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 ho. Ze is een beetje lang, 1,93, maar dat is makkelijk met de kerst, want dan kan zij de piek erop zetten. Pleunie, hallo, met Jaap Kooijman. Goed, goed. Pleun, waar ik voor belt. Ik heb een collega, Henk van den Berg, een hele goede vriend. En die is een beetje eenzaam, dus die vroeg of ik iemand wist die een beetje met hem uit zou willen gaan. Nou weet ik dat het uit is tussen jou en Remco, dus ik denk misschien is die voor jou. Hele fijne gozer hoor, hele goede kegelaar ook. Wacht even, hier heb je hem even. Zeg even wat. Dag Pleunie. Oh, wat dacht ik daarvan, Pleun? Stemmetje, hè? Ja, dat dacht ik ook. Zou jij met hem uit willen, Pleun? Morgenavond, heel goed. Weet je wat? Komt hij jou morgenavond bij jou thuis om 19:30 ophalen? Hè? Hier, hij zegt je nog even gedag. Dag Pleunie. Welterusten, Pleun. Henkie, hebben we dat voor je geregeld of niet? Hier zo, de adres. Ik ben wel benieuwd hoor. Ja. Dat is een leuke meid hoor. Dat zou je zien hoor. Dat is een leuke meid. Oh ja? Ja. Jongens, ik ga meteen naar huis. Even een overhemd strijken voor morgenavond. En bedankt hè. Niks te danken hoor Henk. Doe maar een biertje. Zo zie je maar weer. Simon, hoe eenvoudig het is om iets voor een ander te betekenen. Hè? En denk nou maar niet dat hij te benijden is, hè, die Henk, hè? Altijd maar alleen. Zijn eigen overhemden strijken, zijn eigen potje koken. Oh. Als die thuis komt, zit er helemaal niemand op hem te wachten. Mazzelaar. Leuk, Simon, leuk. Leuk, hoor. Maar ik zeg jou één ding. Als ik morgen thuis kom van mijn karwei, koop ik voor Nel de grootste bosbloemen die je kan vinden. Leiden, afscheid, doe de weg. Hoi Nel. Hi zus. Is dit? Ruzie? Nee. Wat dan? Nou... Nee, niks. Nee. Zus, kom jij eens even lekker zitten. En vertel mij nou eens precies wat er aan de hand is. Nou, het gaat over een hele goede vriendin van mij. Oh, wie? Nou, dat doet ze nou even niet toe. Maar, nou, ze is al jaren getrouwd. En wij maar denken dat het een goed huwelijk was, hè. Ja, er was natuurlijk wel eens wat, maar dat kwam altijd weer goed, hè. Maar nou hoor ik bij de kapper dat hij achter de meid aan zit. Ach meid, ze vertellen zoveel bij de kapper. Ja, maar dit keer is het echt waar, want de kapster zei het zelf. Ze zei het zelf. Nou, Nou, die had hij gebeld. Oh. En nou weet jij niet of hij het er wel of niet moet vertellen. Precies. Je weet natuurlijk niet hoe lang zoiets al aan de gang is, hè? Ja. Elke avond van huis, kegelen, biljarten, klaverjassen, je weet wel. Zeg, zus. Die hij, die kennen wij geloof ik allebei, hè? Nou, maak je maar geen zorgen, hoor. Zoiets doet Simon niet. Simon? Ik heb het over Jaap. Jaap? Mijn Jaap? Ja. Kom nou. Nou, de kapster zei het zelf. Leni de Schoten, je weet wel, die rode. Nee, dat kan gewoon niet waar zijn. Dat kan niet. Dus heb je dan helemaal niets aan hem gemerkt de laatste tijd? Nee. Hoezo? Nou, je weet toch hoe die mannen zijn. Voelen ze zich schuldig? Komen ze opeens thuis met een grote bos bloemen of zo? Bloemen. De laatste keer dat Jaap bij de bloemist is geweest, is 12 jaar geleden. Toen kwam hij thuis met een cactus. Goedenavond, onbestorven weduwvrouwen. Dag, Sien. Is Jaap al thuis? Nee, nog niet. Oh, is hij zeker aan de boemel met een blondje? Het is een meid, kennen we niet meer lachen. Ja, het is ook zo bespottelijk, Sien, maar...
Ze zeggen dat dat Jaap achter de meid aan zit. Wie zegt dat? Ik was net bij de kapper. Jij gaat niet meer naar de kapper. Ik knip jou voortaan zelf wel. Het is niet waar, Nel. Het is allemaal geroddel. En roddelen is rattenplaag. Lief van je zien. Ik ken die jongen toch, Nel. Die is goud eerlijk, die Jaap van jou. Niemand kent hem beter dan mij. Van de week nog, hè, stonden we hier buiten op de hoek van de straat. Gaan de kantoren uit. Komen die meiden langs op de fiets. Waaien die rokken zo lekker omhoog. Ik roep meteen, laat maar lekker waaien, hoor, meiden. De wind maakt geen kinderen. Nou, Jaap niet, hoor. Die ziet dat niet eens. Echt niet. Vorige maand, op de kegeltoernooi in Spijkenisse, moesten wij tegen een mengdubbel. Lekker aan mij te zeggen. Ik een beetje met de flerten natuurlijk, hè. Ik heb geen kegel meer geraakt. Nou, ja, Willem. Alleen maar gooien, gooien en gooien. Dankzij hem hebben wij toen nog gewonnen. Echt waar. Ik ken heel van mij persoonlijk. Ik weet er zo wel 10 waarmee ik wel eens zou willen ontbijten. Nou, ja, het niet, hoor. Wat is er nou toch allemaal? Zus. Jij mag elke dag naar de kapper. Die ga ik eens even zo te wringen halen. Simon! Stop! Goedenavond, schat van mijn hart. Asten blaft. Een klein blijk van waardering voor de geweldigste vrouw van de wereld. Waarom kom jij nou ineens vandaag met bloemen aanzetten? Ja, had je niet verwacht, hè? Had ik al veel eerder moeten doen. Ik heb eens nagedacht, Nel, ik heb eens nagedacht. Ik ga het over een heel andere boeg gooien. Ik ga het rekening met jou houden. Ik stop met kegelen, ik stop met klaverjassen, ik stop met biljarten. Wij gaan samen van het leven genieten. Oh. Ja, niet meteen van de week natuurlijk, hè, hebben we het kegeltoernooi. En volgende week klaverjassen we voor de RET-beker. Maar daarna ga ik tijd maken voor de vrouw. Voor mij, voor die rode? Nee, die rode niet. Die rode. Waar heb je het over? Jaap, waarom zeg je het niet gewoon? Wat zeggen ze? Wat mankeert jou? Mij mankeert helemaal niks. Maar ik geef jou nu 1 kans om mij nu de waarheid te vertellen. Oké, Nel. Ik heb geld uit je portemonnee gehaald. Het was maar 85 cent. Ik weet het huis wel, hoor, van die andere vrouw. Wat? Andere vrouw? Ben je gek geworden? Iedereen bij de kapper, hè? Die heb het erover. Bij de kapper, hij is fijn. Ja, geloof ze daar maar, hè? Niet je eigen man, nee, die kippen zonder kop bij de kapper. Geloof die maar, die moet je geloven. En ze hebben gelijk, hoor, Nel. Ik loop de hele avond in de stad, loop ik de beest uit te hangen. Taxi in, taxi uit, van kroeg naar kroeg. Ja, ik moet die 85 cent erop maken. En in de bus precies hetzelfde de hele dag. Ik neem alleen maar lekkere meiden mee, van tussen de 19 en de 25. Gratis en voor niks. En ze mogen overal gaan zitten, als het maar op mijn schoot is. Even lekker zoenen en hup, daar gaan we weer. Gisteravond, hè? Toen heb jij geprobeerd een afspraak te maken met die rode kapster Leni de Schootje. Leni de Schootje? Wat is er nou zo leuk? Dat was niet voor mij. Dat was voor Henk van den Berg. Die is altijd maar alleen. En ze wou trouwens niet. Heb ik Pleun nu overal nog moeten bellen. Ja, zal wel. Ja, dat zal zeker wel, ja. Sta ik me hier eigenlijk te verdedigen? Dat hoef ik niet te doen. Het is de waarheid, hoor. Het is de waarheid. Ik kan Sien er zo bij halen, hoor. Die was erbij, hoor. Maar ik hoef me niet te verdedigen. Dat hoef ik niet te doen. Dat hoef ik niet te doen. Dat hoef ik niet te doen. Simon, kom ogenblikkelijk naar beneden. Ah, dan zou je het horen, hoor. Ja, meneertje, nou zou je het horen, hoor.
Wel aan, tortelduifjes, waarmee kan ik u van dienst zijn? Even voor Nel, ja? Waar zijn wij gisteravond geweest en niks overslaan? Wij zijn gisteravond wezen kegelen en toen linea recta naar huis toe gegaan. Nee, dat we naar de fles zijn geweest. Oh, ja. Nou, we zijn dus even naar de fles geweest voor een glaasje prik en toen linea recta naar huis toe gegaan. Nee, wat daar gebeurd is. Twee glaasjes prik. Wat dan even oefenen, jongens. Nel! Nou, jou bekend lekker veel. Ik moet toch altijd zeggen dat we gelijk naar huis gaan? Ze denkt dat ik die twee meiden voor mijn eigen heb gebeld. Zo. Ja! Nou, wat moet ik doen, Simon? Wat moet ik doen? Wacht even. Ja, kom op. Wat ga je doen? Zus, de telefoon. Wat nou de telefoon? Jij bel met Pleunie Overbel. Pleunie Overbel. Henk van den Berg hebt daar vanavond om 19:30 die afspraak. Jij vraagt of ze hier naartoe komen. Dan kennen ze alles al Nel uitleggen. Alsjeblieft. Ik weet het nummer toch niet? 77411. Ja, fotografisch geheugen. Hij wel. Zegt Jacob. Vind jij het heel erg als ik ondertussen even de inwendige mensen... Terug die kip! In gesprek. Weet je wat? Ik ren er even naartoe. Het is toch vlakbij. En zo terug. Zus, haal hem maar! Kom allemaal goed hoor, Nel. Ik wil niks meer horen. Van jullie allebei niet. Een groet aan je moeder. Ja, Nelly Kooijman. Dan zal ik wel jou eens even precies vertellen hoe de vork in de steel zit. Ja, meneertje. Ja. Hoi, Menel. Ze is er vandoor, ja. Er vandoor? Vanaf vandaag kun je elke dag gaan kegelen. Wat nou? Ze is er vandoor. Met een koffer. Met een koffer? Jij laat mijn vrouw de deur uitlopen met een koffer en je doet niks. Ze hebben toch niet aan de rug? Ze is weg, Simon. Ze is weg. Ze is weg. Mijn vrouw heeft mij verlaten. Voor mij is het afgelopen. 'S Ochtends de deur uit zonder afscheidskus. 'S Avonds thuiskomen in een leeg huis. Eenzaam aan het avondmaal. Eet ik toch gezellig een hapje mee? Ik zie er zo voor me, Simon, hoe heerlijk ze hier in huis bezig is. Hoe ze de afwas doet. Hoe ze de vloeren schrobt. Hoe ze de wc schoonmaakt. Waarom heb ze me verlaten, Simon? Onbegrijpelijk, Jaap. Onbegrijpelijk. Alles hier in huis doet me aan het denken. De tafel, de stoelen, het dressoir. Ik ken het niet meer om me heen velen, Simon. Ik geef het allemaal aan jou, ik schenk het je. Bedankt, Jaap. Een collega van mij heeft een open haard. Hier, onze trouwfoto. Ik kan de aanblik niet meer verdragen. Ik ban er volledig uit mijn gedachten, Simon. Doe mij een lol. Noem hier in huis de naam nooit meer. Ah, Jaap, misschien valt het allemaal reuze mee, joh. Voor hetzelfde geld staat Mathilde morgen weer voor de deur. Mathilde? Ik mocht toch geen Nel meer zeggen? Wil je me alsjeblieft alleen laten? Nee, ik laat jou niet alleen. Dan ga je je eigen alleen maar zitten pijnigen. He? Dat Nel in de ondertussentijd een stinkend rijke vent is tegengekomen. Die er alles geeft wat de hartje begeert. En dat ze dan samen met hem in een kasteel in Monaco gaat wonen. Ja!
Astemblaft. Nog geen koffie. Er is geen koffie. Het is boerenjongens van zus en mij. Eigen gemaakt. Hey Pleun. Hoi Steve. Kom verder, meid. Hé, ik ben maar vast gekomen hoor. Want die Henk van jullie, ja, die is er nog steeds niet. Maar mijn moeder stuurt hem hier naartoe, dus zal die er zo wel zijn. Maar dan kan ik ondertussen alvast het een en ander uitleggen. Laat maar, Pleun, het heeft allemaal geen zin meer. Mijn vrouw heeft mij verlaten. Nel is weg. Wat? Ja, waarom is die Henk dan ook niet op tijd, joh? Dan had ik hier toch al veel eerder geweest. Nou, alsjeblieft, op over Henk. Die zijn schuld is het allemaal. Nou, weet je dan niet waar ze naartoe is? Dan gaan we er toch gewoon heen, hè? Wat krijgen we nou? Jij was er toch vandoor met die koffer? Naar het leger des heils oude kleren brengen. Wie zei? Nee, nee, het is niet wat je denkt. Dit is Pleunie. Oh, zou Roy alleen niet leuk vinden? Nee, nee. Voor haar heb ik die afspraak gemaakt met Henk van den Berg. Hier bij ons thuis? Nee, mevrouw Kooijman. Bij ons thuis. Maar Henk was er nog niet, dus daar ben ik maar vast alleen gekomen. Jongens. Oeh, jongens. Hallo allemaal. Henk van den Berg heeft net gebeld. Hij zit in de café De Fles. En excuses voor Pleunie, maar hij durft niet. Jeetje, Mina. Jeetje, Mina. Jeetje, Mina, ja. Zeg wat wel, ja. Jeetje, Mina. Zal ik nou eens wat zeggen, hè? Nou ga ik er eens van door, hoor. En jullie gaan allemaal mee. Naar de kroeg. Ik geef een rondje. Ken ik je weer. Henk van den Berg. Ja, juffrouw. Ik ben Pleunie. Pleunie? Zullen we even gaan zitten? Zitten? Joh, laten we 10 over rood spelen. Glaasje prik. Prik? Geef mij maar een grote pils. Tuurlijk. In de hemel is geen bier en daarom drinken wij een ding. Kijk eens, mij. Hij pleurt eens op de bank. Nee, op de verkeering. Schat. Je bent het einde. Niets aan.